Yes! Knolpower. Oké, onze missie is om ongezien een paar nieuwe handdoeken te pakken. We hebben nieuwe handdoeken. Dankzij de handdoeken hebben we heerlijk kunnen douchen. We zijn weer helemaal fris en fruitig. En we hebben zin in een nieuwe dag in Berlijn. Maar eerst eventjes ontbijten. Breakfast. Breakfast. We hebben hier een schattig schoteltje met wat jam erin. En ik heb mijn favoriete broodje gemaakt met ei, ham en kaas. Zo, goed gevuld ontbijt. Dat is ook wel nodig. Lange dag te gaan. Het is lekker warm vandaag buiten. Lekkere orange juice erbij. Dave, wat niet echt lijkt op appelsap, maar het is wel appelsap. Het lijkt een beetje alsof je een schepje hebt genomen bij de kikkerdril. Bij de sloot. Ja, daar wordt het lekkerder van. Het smakelijk. Nou, schatje, heb je nou mijn auto helemaal naar Berlijn gehaald? Ja, ik heb je auto helemaal naar Berlijn gehaald. Heb je er ook nieuwe velgen gezet? Ja, dat klopt. Wat een beauty zeg. Hij lijkt echt heel erg op mijn auto, hè? Ja, echt heel erg. Anyways, het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Teletubbies. Op je muil gaat. Ik doe mijn knolpauwen zonder bril erop. Voelt goed. Voelt supergoed. Waar is die voor jou? Op je hoofd. Ja. Kleine schoentjes zijn altijd zo super schattig. Kijk nou eens eventjes. Kan je niet voorstellen dat zo'n voetje zo klein is. Moet je kijken hoeveel schoenen hier hangen. Niet te geloven. En nu heb ik niet zo'n schoen aan, maar wel een andere. En deze vind ik super nice. En ik vind ze ook heel erg nice staan. En ze zitten ook lekker. Dus wat betekent dat? Ik moet heel lief zijn voor D in deze winkel, want in deze winkel krijg je 10% korting als student. Ja, en jij bent geen student. Maar ga even opzij, want ik wil even wat laten zien. Kijk, ze hebben hier, als hun ook opzij gaan, ja, kijk, hebben ze... Hele mooie opblaasbare dingetjes. Ze hebben een ijsje. Ze hebben zelfs een eenhoorn. Hoe freaking awesome is dat? Dave, vertel eens wat je in je handen hebt. Tamagotchi. Oh my god. Ik denk als je na 2000 bent geboren dat je dit niet echt kent. Toch? Het is best wel iets van een tijdje terug. Ik weet niet precies wanneer. Ik durf het niet te zeggen. Maar ik weet wel dat dit, een Tamagotchi, helemaal kapot heb gespeeld op de basisschool. Zo leuk, hè? Maar dit was ook gewoon legit. Dit mocht ik gewoon overal spelen ook. Want dit is gewoon niet zeg maar een telefoon. Je kan hier verder niks mee dan alleen dat beest voeren. En dat soort dingen. Zullen we meenemen? Gaan we Tamagotchi spelen? Even met puppy ogen in de camera kijken. Ga weg, ik heb een indringer. Ga naar je eigen hockey, man. Hoppakee. Nou, kan ik weer even zelf passen. Even kijken, we gaan dit shirtje aandoen. Dit is gewoon een heerlijk, perfect, niet al te duur t-shirtje. Kom jij weer? Jongen. Staat je wel heel erg leuk. Dit is gewoon een pyjama, maar het is zo lekker stof, hè, jongens. Zit het lekker? Ja, moet je voelen. Oh, lekker. Lekker, hè, jongens. Ja. Ga half weer door, dan. Doei. Oké, dan ga ik deze meenemen. Die zit echt lekker. Super fijn stofje, lekker wijd. Goed voor in de zomer. Ook lekker in de zon, dat zwarte, weet je wel, dat brandt zo lekker. Hey. En dan gaan we nu even iets anders aan doen. Bruh. Zo, ik viel er bijna van om. Nice. Een leuk jekje. Tenminste, ik vind hem leuk. Check eventjes, hè. Hey. Rabat, dat betekent aanbieding, of niet? Veel. Hey. Waarom, volgens mij is dat Spaans. Waarom is dat in Spaans? Ik heb geen flauw idee. Maar ik vind het helemaal prima. 5 euro op je mail, opzouten. Nee, zeg maar even dat je jurk leuk is. Ja, je jurk is leuk. Leuk of meuk? Leuk, die jongen is leuk. Yeah. Dit is serieus het eerste... Pashokje, de ruimte die ik tegenkom waar ze gewoon chill licht hebben. Gewoon hier één lichtstraal, hier één lichtstraal. En dat is gewoon perfect. Kijk, als ik naar achteren ga lopen is het weer minder. Want dan heb je weer licht van boven. Let op hoeveel dat verandert. Zie je? Het ziet er gewoon niet uit. Dus er moet gewoon geen licht van boven, maar van voren. En dat hebben ze hier perfect gedaan. En ik zit te twijfelen over de t-shirt. En ze zeggen meestal bij twijfel moet je het niet doen.
Of je moet even hulp inschakelen van iemand en die kan het doorslaggevende ja of nee geven. Dus laten we even D erbij halen. D? Hanna? D? Hanna? D? Hanna? Ja of nee? It's cute. Ja, dan wordt een ja! Hey. We zijn nu al gewoon enorm geslaagd. En we zitten heel eerlijk even wat te drinken. En deze die gaat even kijken of ze het op mijn kotje kan uitpakken hoor. Opgave 1, het openkrijgen van zo'n verpakking. Dat lukt nooit makkelijk. Zonder schaar niet, nee. Zitten we ook nog bij een Chinees tentje, daar hebben ze natuurlijk helemaal geen messen. Nee, ze hebben alleen maar stokjes. Stokjes, en daar krijg je dit ook niet mee op. Kijk hoe ze dat doet. Oh my god, hé. Hey. Ik weet niet hoor, maar het lukt gewoon. Ik zie het hoofdje. En moeten er nog batterijen in of zitten die er al? Volgens mij zitten die er al wel in. Ik hoop het voor je. Oké. Wauw. Ik ga hem tot leven wekken, ja? Ja, dan moet je deze... eruit trekken. Ja. Yep. 1, 2. Nee, draai hem om. Misschien gebeurt er iets. Ja! We zien iets. Oh my god. Dit is zo cool. We krijgen trouwens ook dikke halve liter glazen hier, joh. Voor welk dier gaan we? Je hebt een schaap. Je hebt de pinguïn. Je hebt echt heel veel. Ik weet niet wat dit is. Een zooitje. Ja. Oké, we hebben... Dit is een mannetje. Nee, dit is een vrouwtje. Dit is een mannetje. Dit is een hondje. Oh. Dit is Bumper. Dit is Bumper. Laten we Bumper kiezen. We nemen Bumper. Yes! Woo! Jee, deed hij weer voor mij. Ik blijf dat zo super gruwelijk vinden, jongen. En hij zag het. En hij denkt, ik doe het even en yeah! We zijn even een stukje verderop gaan zitten, want hier hebben wij de vorige keer toen we in Berlijn waren echt de lekkerste takeaway pizza gehaald. Alleen nu gaan we hier gewoon lekker zitten. Even rustig, even in de schaduw, het is namelijk bloedje heet. En als je de hele tijd aan het shoppen bent, dan loop je heel veel, dus dan krijg je het nog wel snel warm. Dus we drinken er even wat bij en we eten even lekkere pizza. Oké. Is dat nou hetzelfde geluid als wij in Nederland hebben? Volgens mij verschilt het in Nederland ook weer per auto. Ja, ze hebben ook niet allemaal hetzelfde geluid. Maar dit was de brandweer. Hey. Kom hier maar lekker stukje pizza. Oh jeetje. Verwend nest. Wat kom jij doen? Stukje ham. We zijn even terug op de hotelkamer en ik ga eventjes mijn nieuwe schoenen uitdoen. En dat is wel even fijn, want oh jeetje, ik krijg hier op mijn hak zo'n grote blaar, dat weet ik 100% zeker. Dat heb ik eigenlijk altijd wel bij nieuwe schoenen. Je ziet altijd dat het helemaal rood is hier. 2 hours later. B, C, D, E, F, G. Ik ben D. Hey, D. Hey. We hebben echt heerlijk. Oh, geslapen, yeah! Heel even een pauze. Na al dat slenteren de hele dag door. De hitte die doet het, jongens. Gaan we even alles aandoen en dan gaan we weer op avontuur. Maar voordat we gaan, ga ik jullie even iets cools laten zien. Hiervoor had ik geen hoesje. Nou, nu heb ik gewoon een hele leuke tekening van Roos. Dankjewel, Roos. Je bent heel erg lief. Heel erg leuk. Goed gelukt. In ieder geval, ik heb nu een hoesje. Het is gewoon een doorzichtig hoesje. Eerder had ik dat niet en toen had ik mijn knolpower sockets, die hier hangen. Kijk, ze plakken echt nog super goed. Holy shit, ik krijg ze amper eraf. Kijk dan, dit zijn de 2 knolpower sockets. Die eentje had ik eerst beneden, eentje boven. Zo, die neem ik later weer mee. Ik ga nu deze 2 nieuwe erop doen. Hoppakee, even een beetje variatie. Dit zijn witte. Zoals je ziet, ietsjes anders. Super cool, lekker zomers. Dus ik ga deze 2 knolpower sockets ga ik nu hier zo op mijn hoesje plakken. Ik vind het echt een super coole combinatie. Dus voor iedereen die nog een knolpower socket wil. De vorige keer waren ze super snel uitverkocht. Check even knolpower.nl. En dan kan jij je eigen knolpower socket fixen. En dan het enige wat je hoeft te doen is dit eraf te halen. Zo. En dan hoef je deze alleen maar zo erop te plakken. Hoppa. Lekker dan. Deze is de zon. La 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 la. Helemaal zo.
naam zal ik er deze keer op krijgen. Ik zal beter met de A, maar volgens mij geen Angel. Nee? Ik heb weer Enzo gezegd. Volgens mij is dat hem. Ja, Andrew. Deze heb ik nog nooit gehad. Vandaag, dames en heren, ga ik door het leven als Andrew. Nou, schat. Hi, Andrew. Hi. En your new girlfriend. Dave denkt nu weer helemaal terug aan haar jeugd. Dave heeft namelijk op ballet gezeten. Oh, wat schattig. Dat zie je dan. Wil ik eigenlijk wel weer op ballet. Maar ik ben 1 niet meer lenig. 2, ben super onhandig. Dus... Ja, veel te lomp jij. En ik ben misschien een beetje te oud. Vaak als je nu nog ballet, dan ballet je echt een ziek hoog niveau. Oh, dat voelt zo gek. Voelt dat raar? Even kijken in het spiegeltje. Je hebt zwarte, je hebt witte, je hebt gele. En je hebt een soort van houtachtige. En we gaan even naar Deetje lopen. Deetje. Stop jouw vinger er eens in. Nee, ik ga het niet doen. Jawel. Nee, want ik weet niet wat erin zit. Toma, ik heb net ook gedaan. Zal ik zit er een speld in? Nee. Dat zou heel gewelddadig zijn. Heb je hem helemaal erin? Ja, maar ik kwam niet verder, want mijn nagels zitten. Nee, nu krijg je moeilijk eruit, hè? Nee, dat heb ik niet. Nou, ik deed net mijn vinger erin en ik kreeg hem bijna niet meer van mijn vinger af. Echt? Ik heb geen idee waar dit voor dient. Als iemand het weet, laat het weten in de reacties. Ik heb echt geen flauw idee. This is the song, la 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 la, Elmo song. La 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 la, la 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 la, Elmo song. He loves the music, he loves the word. That's Elmo song. A few moments later. Jongens, ik heb Elmo gevonden. Het zijn gewoon Elmo schoenen. Het zijn sesamstraatschoenen, maar Elmo staat er natuurlijk ook op. Maar hoe toevallig is dat gewoon weer? Dit is de song, la 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 la, Elmo schoenen. Nou, dit nummer is ook chill hoor, die nu opkomt. Deze winkel is echt super gruwelijk. Lijkt me alleen voor de nummer. Het eten hier was gisteren zo ontzettend lekker dat we hier gewoon weer zijn gaan zitten. En deze keer heb ik specifiek iets besteld waar ik gisteren echt veel meer van wilde. En dat zijn buffalo wings met barbecue saus. Ja, echt goddelijk. Mijn maagje zit helemaal vol, heerlijk gegeten, die buffalo wings. En we gaan nu naar Undergang, Undergrond ofzo. Ondergronds in ieder geval. Ik weet niet precies hoe je dat zegt in het Duits. En dat heet de Tiefgarage. Beetje een bijzondere naam. Maar we gaan even wat uit de auto halen. Even kijken. Hallo? Is iemand daar? We hebben hier de koffer. En dan gaan we even alle spulletjes in doen. Hoppa! Alvast goed voorbereiden voor als we weggaan morgen. Hoe bel je aan? Niet op die manier. Soms is zo'n bel zo'n knop, maar blijkbaar is dat hier gewoon de lichtknop. Nou, zo bellen we aan. Je weet ook nooit wie er voor de deur staat, want ze hebben ook geen oogje hier, zeg maar, waar je doorheen kan kijken. Kikkeboe! Dit shirt zit ik op te vouwen. Wat kom ik tegen? Ja hoor, het alarmsysteem. Serieus? Laatst had ik sokken gekregen van deze, had het alarmsysteem er ook nog op. Nu weet ik waarom het alarm gisteren iedere keer afging als wij in de winkel. Ja. Was daardoor. Puur omdat ze het alarm er gewoon, of dit ding er niet af hebben gehaald. Ja, je kan het zelf ook niet zo 1, 2, 3 openmaken. Maar gelukkig is dit volgens mij wel een alarm die je bij alle winkels eraf kan laten halen. Dus ja, dan ga ik binnenkort maar even naar een winkel en dan laat ik het eraf halen. Maar het is wel echt super slecht hoor. Slordig. Ja, heel slordig. Dee, hoe laat heb je de wekker gezet? Dee, hoe laat heb je de wekker gezet? Ga weg. Dee. Dee. Hoe laat heb je de wekker gezet? Oud. Hoe laat heb je de wekker gezet? Kom in een vlog. Kom in een vlog. Auw! Mijn duim. Weg. Schatje, is dit de andere kant van D? Hoe laat heb je de wekker gezet? Hoe laat heb je de wekker gezet? Schatje, hoe laat heb je de wekker gezet? Waarom ga je mijn kont porren? Auw. Hoe laat heb je de wekker gezet? Ik wil weten hoe laat je de wekker hebt gezet. Is dit lekker? Hoe laat heb je de wekker gezet? Hoe laat heb je de wekker gezet?
Hoe laat heb je de wekker gezet? Ze wil niet lachen, maar ze lacht zich helemaal kapot. Het is privé. Wat? Het is privé. De wekker? Ik mag geheim hebben. Ja, je mag geheim hebben. Als jij niet wil vertellen aan de rest van Nederland hoe laat je wekker gaat, dan komt het wel goed, schatje. Ja, ik wil het gewoon voor mezelf houden. Oké, okay, dat is goed. Nou, ik heb dus geen idee hoe laat we morgen gaan opstaan. Zie ik dan wel weer. En jullie ook, als jullie erbij zijn om 4 uur. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Nee, dan moet je niet stil zijn ook, D. Stil. Nou. Hey, ik zou zeggen, vergeet niet even een duimpje omhoog. Auw, 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 auw. Auw, D, je gaat op die camera likken. You know. En ik check jullie morgen allemaal mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En zoals ik altijd zeg, hij beslaat helemaal. Schat. Dikke, vette, peace. Wat doe je allemaal? Het is privé. Alles is privé.